In dit filmpje gaan we kijken naar evenredig en omgekeerd evenredig met een macht van x. We beginnen met evenredig met een macht van x. I is evenredig met x tot de macht 1,8. Voor x is 6 is I 12. Stel de formule van I op, rond de evenredigheidsconstante af op 2 decimalen. Evenredig betekent dus I is A keer x tot de macht 1,8, waarbij a dus die evenredigheidsconstante is. We weten dat x 6 is, dus die vullen we zo meteen hierin. En we weten dat i dan 12 is, die vullen we dus hierin. Dan krijg je 12 is a keer 6 tot de macht 1,8. We rekenen a uit door 12 te delen door 6 tot de macht 1,8. En afgerond op 2 decimalen is dat 0,48. De formule wordt dan I is 0,48 keer x tot de macht 1,8. Wil je controleren of dit klopt? Dan vul je dus x in de formule. I is 0,48 keer 6 tot de macht 1,8. En als je dat uitrekent, dan is dat inderdaad ongeveer 12. Je zult niet exact op 12 uitkomen, want je hebt hier namelijk afgerond op 2 decimalen. De formule is dus I is 0,48 keer x tot de macht 1,8. We gaan nu kijken naar omgekeerd evenredig met de macht van x. I is omgekeerd evenredig met x kwadraat. Voor x is 6 is i 12. Stel de formule van i op. Omgekeerd evenredig ziet er als volgt uit. I is evenredigheidsconstante a gedeeld door x kwadraat. X is 6, dus die vullen we zo meteen hierin. En I is 12, die vullen we zo meteen hierin. Je krijgt dan 12 is A gedeeld door 6 kwadraat. Ik wil A uitrekenen. Wat moet ik dan doen? Voor het gemak heb ik hier staan 2 is 6 gedeeld door 3. Als ik de teller wil uitrekenen, in dit geval dus de 6, dan doe ik dus 2 keer 3. Ik wil hier de a uitrekenen, dus dan doe ik 12 keer 6 kwadraat. 12 keer 6 kwadraat. En dat is 432. De formule is dan i is 432 gedeeld door x kwadraat. Ter controle, ik vul voor x 6 in, dus dan krijg ik i is 432 gedeeld door 6 kwadraat. Dat is 432 gedeeld door 36 en inderdaad, dat is 12. Dus de formule is i is 432 gedeeld door x kwadraat.